Ik heb geprobeerd om niet te wenen. Het is vandaag 25 februari en ik ben vandaag jarig. Ik word 24 vandaag. Crazy. Ik heb vandaag en morgen een vrije dag. Dus dinsdag en woensdag zoals altijd. Dus dit is eigenlijk ook een beetje de start van mijn weekend alweer. En ik ben zo moe van de afgelopen dagen dat ik gewoon een heel rustige verjaardag wil hebben. Ik heb vanochtend geslapen tot 10 uur. En toen werd ik wakker gemaakt door Quinn. Dat is het zoontje van mijn zus. En hij kwam mij verrassen. En ik hoorde hem de trap opkomen. Dus ik heb snel mijn gsm genomen toen en dat gefilmd. Dus ik zal jullie even laten zien hoe dat ging. Heb je die gekocht? Hier op dat papiertje. Is daar een papiertje bij? Ja, daar papiertje staat mijn naam op. Hier, dit papiertje? Ja. Eens kijken. Daar staat Gwen. Ja. Heb jij dat geschreven? Waarom heb je nog een pietje aan? Ik ben nog een beetje moe. Ben je moe? Ja, ik ben moe. Oh ja, ik zie het. Opstaan. Moet ik gaan opstaan? Ja. Oké dan. Dat is mijn naam op hier. Heb jij die gekocht voor mij? Ja. Wow, is dat cool. Oh, dikke knuffel aan het vie. Een echte knuffel. Dit is geen echte knuffel hoor. Oeh, kijk dat armpje. Die wil mij niet knuffelen. Gwen. Dus dat was echt super cute en ik ben heel erg blij met de plant die ik gekregen heb. Mijn mama was eigenlijk de eerste die mij verrast heeft voor mijn verjaardag. Zij kwam gisteravond om middernacht mijn kamer op en ze was happy birthday aan het zingen en ze had cadeautjes bij voor mij. Maar wat ik denk dat ik ga doen is aan het einde van deze video gewoon alle cadeautjes samen laten zien die ik gekregen heb. Waarschijnlijk ga ik morgen en overmorgen ook nog wel wat dingen doen voor mijn verjaardag. Dus ik ga dat allemaal combineren in deze video. Het plan voor vandaag is dat ik me nu ga klaarmaken en dat we dan zometeen naar de kringloopwinkel gaan. Ik ben al sinds begin december niet meer naar de kringloopwinkel geweest. En jullie weten, ik ga normaal elke week naar de kringloopwinkel. Dus dit is echt nieuw voor mij. Dus ik stelde voor om vandaag nog een keer te gaan. Dus ik kijk daar naar uit. En ik ga daar ook een video filmen. Dus ik ga me nu klaarmaken. En dan gaan we zometeen vertrekken. Quinnie, gaan we naar de kringloop? Ja! Oké, kom, we gaan! Quinn, wat ga je kopen in de kringloop? Auto's! Wow, heb je centjes bij? Ja! Wat is daarom gaan? Daarom! Niet zoveel auto's! Nee, er zijn geen auto's, Quinn, want het is gesloten! Het is niet open! We kunnen daar niet naartoe gaan. Dat is echt erg, hè? Ik ga een kringloop. Ik kook. We zijn dus net helemaal naar onze favoriete kringloopwinkel gereden. En die was gesloten, omdat het carnaval is. En we dachten, we gaan nog kijken bij één andere kringloopwinkel waar we ook graag gaan. Die was ook gesloten. Hoewel online stond dat het open was, maar alle openingstijden wijken af tijdens carnaval. Dus Quinny, we kunnen niet naar de kringloopwinkel gaan hier. Erg, hè? Ja. Zo,
zit goed. Dus. Oh, iemand belt mij. Het is Bompa. Ja. Hallo. Ja, dag Bompa. Ja. Dank u. Bompa belt. Ja, dank u wel. 24 jaar. Quinnie, gaan we beginnen te filmen? En Coco? Ja. We waren net nog naar verschillende plaatsen gegaan waar we wilden zijn, maar letterlijk alles was gesloten. Dus, Quinnie, om deze dag toch nog leuk te maken, gaan wij koken. En wat gaan we maken? Kijk, rijst met heel veel groentjes. Dat een goed idee? Oké, en Quinn gaat mij helpen. We hebben hier al allemaal gesneden groentjes. Die gaan we nu in de pan doen. Wow, goed zo. Goed zo. Oh, oepsie. Dat is niet erg. Van chain baby. Chain. Chain. Zender Sophie. Ja. Als u die wil leven, daar kan van. Dankjewel. Daar. Oh my god. Granny, kijk. Wow. Wow. Het is nu 4:15 en... De postbode is net langs geweest met een verrassing voor mij. En ik ben er echt zo blij mee. Ik vind het zo lief. Het is een cadeautje van mijn vriend. Maar hij is momenteel op skivakantie. Dus hij kan er jammer genoeg niet bij zijn. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat hij op een of andere manier toch een beetje erbij is. Dus dit is wat ik van hem heb gekregen. Ik vind het echt lief. Kijk, hoe mooi. Hij heeft mij een boeket bloemen aan huis laten leveren met een super lief kaartje erbij. Ik ga het niet voorlezen, dat is privé. Maar dit is echt zo, zo lief. Dit is het liefste dat een jongen ooit voor mij heeft gedaan. Dus ik ben echt verrast. Echt zo, zo lief. Het is ook echt mega groot. En er zitten zo mooie bloemen in. Kijk, echt heel, heel, heel mooi. Ik heb trouwens echt een super rustige verjaardag. Ik ben ook echt gewoon zo moe. Ik ben nog aan het twijfelen of ik vanavond naar vriendinnen zou gaan of niet. Daar ben ik nog niet over uit. Maar nu ga ik eerst mijn schatje bellen. Hopelijk neemt hij op, want hij zei dat hij naar de après-ski ging. Dus misschien pakt hij niet op. Hopelijk. Hey schat, ik heb net uw cadeautje ontvangen. Ja, echt zo sweet. Ik heb geprobeerd om niet te wenen, maar het is gewoon zo lief. Dus ik kon mezelf even niet inhouden. Oh my god, mijn ogen zijn echt super rood. Ik hoef maar 1 seconde te weten en mijn ogen zijn al zo. Maar dus ja, dat vind ik echt zo lief. En als hij terug is, dan gaan we nog andere dingen doen om het te vieren. Ah, zo sweet. Ik wil knuffeltjes van die lieve kindjes hier. Geef mij ook een knuffel. Oh, mijn lief kindje. Kijk, dit is de hond. Half 4 was het gedaan. We zijn best gedaan. Het is nu 6 uur en we zijn onderweg naar mijn opa. Ik ga morgen iets doen met vriendinnen, maar mijn opa zit de hele avond alleen thuis. En dat vind ik zielig. Dus we gaan even op bezoek bij hem. Mijn mama heeft mij net vegan chocoladepudding gemaakt. En daarvan heb ik een potje meegenomen in de auto. Het regent echt
de hele tijd. Ik wilde nog gaan wandelen met mijn hondje. Maar het weer is gewoon echt een ramp. Ja, echt. Dank u. Dank u. Hallo, ik ben er. Op uw parking? Hoezo? Oei. Oké, tot over 5 minuten. Ja, stuur me maar. Ja. Doei. Het is nu donderdag en ik ben net klaar met werken. Het is 1:00 PM en ik heb afgesproken met 2 vriendinnen, Jill en Stefanie, om samen even te gaan brunchen. Want ik moet pas terug beginnen werken om 5:00. Dus we kunnen even tijd maken voor iets leuks. Maar ik heb dus net hier geparkeerd. Zoals ik altijd doe. En blijkbaar mag dat sinds nu niet meer. Dus ik moet ergens anders een plaatsje gaan vinden. Maar dat is niet zo simpel hier midden in een stad. Maar we gaan ons best doen. We gaan zo meteen gezellig brunchen met ons drie. En daarna gaan we waarschijnlijk eventjes terug naar het appartement van Jill. Want zij heeft sinds gisteren, denk ik, een nieuwe kat. Super exciting. Ze heeft die geadopteerd uit het asiel. Oh my god, ik mag hier niet eens staan. Ja, dan ga ik daar maar staan. Oké. Dus ja, ze heeft een nieuwe kat. Dus daar ga ik even mee kennis maken. En heel misschien gaan we daarna nog wat Nintendo Switch spelen. Zij heeft er eentje. En vorige week hebben we dat voor het eerst samen gespeeld. En dat is mijn nieuwe verslaving. Ik heb gisteren niks gefilmd woensdag. Want ik heb echt niks gedaan dat het waard was om te filmen. Ik was zo moe dat ik gewoon de hele dag geslapen heb. Het enige wat ik heb gedaan is naar het bos gegaan met mijn mama, mijn hond en het zusje van mijn hond. Dat was wel heel fijn. Maar dus ja, niks om te filmen heb ik alles. Hopelijk. Oei, ik zie mezelf niet. Kijk naar oei, wel lelijk. Heb jij dat gezien? Doe ook toe zonder handen. Ah. Oké, en handen open. Handen naar rechts. Nee, dat links bedoel ik. Oh my god. Doe maar open. Is dit een plant? Nee. Oh my god, Shell! Dat is echt mooi. Wow, dat is kei mooi. Ja. Tuurlijk groot. Ja, je gaat er een plekje voor moeten zoeken. Oh my, kei mooi, hoor. Chic, hè? Chic, Shell. Dank u. Alsjeblieft. Oh my god. We zijn echt de plantjes. Kom ja, hier. Ik dacht van, ik wil die zelf ook. Kom hier. Echt mooi. Oh my, die is echt groot. Wauw. Thanks, Engel. Alsjeblieft. So sweet. Woo. Thank you.
Ja, we gaan boven, hè. Hallo. Kom maar binnen, schat. Gezellig boven. Wow, mijn handen zijn super rood. Kijk hier. Mijn hoofd. Een beetje koud buiten. Wauw, mooi. Ja, ik weet wel wat ik wil. Ik ook. En de pannenkoekjes. En wat drinken? Ik ga de green power nemen. Maar ik weet niet wat ik bij mijn pannenkoeken wil. Misschien appel? En suiker? Ik appel en kaneel. En dan wil ik een sapje. Maar welke? Ons feestmaal is gearriveerd. We hebben alle drie vegan pannenkoekjes met appelstukjes. En ik heb nog wat extra suiker erbij genomen. En we hebben allemaal een sapje. Iedereen is de Instagram even snel aan het updaten. Lekker basic. Nou nee, dan ga ik het ook maar doen, hè. Gezellig thuis. Ik ben deze video aan het bewerken en ik wilde er op het einde nog een stukje bij doen om te laten zien wat ik allemaal gekregen heb. Dus dat ga ik nu even doen. Een groot deel van de dingen hebben jullie al gezien, maar sommige dingen nog niet. Het allereerste dat ik gekregen heb voor mijn verjaardag, dat is iets van mijn vriendin Rebecca. Zij had mij een paar dagen ervoor verrast met mijn lievelings vegan dessertjes van Peace. Zij is die komen brengen naar mijn werk en ze had mijn drie favoriete smaken meegebracht. Dus dat was echt super sweet. Dus dat was het allereerste. Het volgende was van mijn mama. En het eerste is dit. Dat is een super, 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 super zachte badjas. Een roze. Dat is echt zo gezellig. Ik hou ervan om 's avonds in bed mij helemaal te bedekken met zachte dingen. Dus dit is echt perfect voor mij. Ik ga het nu ook aandoen, want ik heb een klein beetje koud. En van mijn mama kreeg ik dan ook nog een heel lief kaartje. En dat zit hierin. Ik vind de belichting echt heel lelijk, maar vergeef mij. Kaartje ga ik natuurlijk niet voorlezen, dat is privé. En van mijn mama kreeg ik dan ook nog iets heel handigs voor in bed. En dat is dit. Ik bewerk heel graag mijn video's in bed. Ik werk graag op de laptop in bed. En dit kan ik dan over mijn benen zetten en hierop mijn laptop. Dus dat is echt iets heel handigs. Ook voor als ik een keer wil eten in bed. Hè, Zara? Dat gaan we even hier zetten. Volgende is ook van mijn mama en van Quinn. En dat is deze hele mooie plant. Die ga ik waarschijnlijk hier beneden in de keuken zetten. We hebben er nog eentje daarachter staan. Het volgende cadeau is van mijn boyfriend. En dat was dit supermooie boeket dat
aan mijn deur werd afgeleverd. Oh, echt zo zwaar. Ik heb de verpakking er nog even rondgelaten om het jullie te laten zien. Maar dit is hem dus. Ik ga niezen. Oh, ik ga proberen om dit boeket te drogen over enkele dagen. Zodat ik het hopelijk forever kan bijhouden. Want ik vind het echt heel lief. En dan heb ik daarnet ook nog die supermooie plant gekregen van Jill. Die jullie net gezien hebben in deze video. Die staat helaas nog in de auto. En mijn mama is weg met de auto. Dus ik kan hem niet laten zien in dit stukje. Maar jullie hebben hem al gezien. Van mijn vriendin Stefanie kreeg ik ook een super lief kaartje. Die zit hierin. En een cadeaubon voor bij Dille en Camille. Ook heel blij mee. Zo'n leuke winkel. Echt stuk voor stuk dingen die echt bij me passen. En waar ik echt iets aan heb. Dus ik ben er heel blij mee. Ja. Dat was mijn verjaardagsvlog. Ik heb niet zo heel veel gedaan. Maar zoals ik zei wilde ik gewoon een rustige verjaardag. En die heb ik ook gehad. Voor de rest heb ik niet echt meer iets te melden. Behalve dat ik echt heel veel dorst heb. Ah ja, het was vandaag echt super fijn met Jill en Stefanie. We hebben ons echt geamuseerd. We hebben goed gepraat, lekker gegeten. En leuk gespeeld op de Nintendo. Dus het was echt een geslaagde dag. En ik denk dat ik daarmee deze video ga eindigen. Want die zal best lang zijn. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn 24ste verjaardag mee te volgen. Ik wil jullie ook nog allemaal bedanken voor de lieve berichtjes die ik die dag gekregen heb op Instagram. En dat was dat alles voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken en dat ik jullie weer zie in de volgende video. Doei!